Dames en heren, jongens en meisjes, welkom allemaal bij Border Survival. Rick, we staan hier op de brug van Sebastiaan de editor. Zou die er vandaag weer bij zijn, denk je? Ik hoop het. Als die er niet bij is, dan ga ik weer weg. Echt verdriet. Maar ik heb wel een nametag gezien in de verte. Kijk, er staat daar een nametag. Alleen, oh ja. Sebastiaan, ben jij dat? Het is Justin. Justin is er weer bij. Dit was wel heel lullig dit. Oh, jij gaat er ook vandoor nu. Justin, welkom terug. We hebben je echt gemist, ja, ik hoor. Rick, het neem ook me echt mee. Neem me mee, Rick, alsjeblieft. Kom maar. Oh, we hebben je echt gemist. We hadden een vreselijke Sebastiaan. Justin, wat leuk dat je er bent. Ik heb alles gehoord. Oké, go. Sebastiaan was leuker, Justin. Doe. Oké, dus we gaan naar een nieuw eiland. Nieuwe Border Survival. Jongens, welkom allemaal weer bij Border Survival. Vandaag gaan we weer de border zo groot mogelijk proberen te maken. We zitten inmiddels volgens mij op 70% van de border. Klopt dat? Ja. Ik kom en niet omhoog. Ik heb goed nieuws, jongens. Ik heb een beetje voorbereiding gedaan voor deze aflevering. Ik heb de sugarcane hier allemaal gefarmd. Waardoor we in totaal met onze Bernarde situatie, villager Bernard, genoeg emeralds hebben om nog een Silk Touch boekje te krijgen. Daarmee. Ja, ik meen het. Oh. Oftewel, ik ga het nu even doen. Kijk, oké. Silk Touch, het is zover. Vind ik nou weer jammer. Justin, want jij hebt als het goed is het andere Silk Touch boekje zijn we vorige aflevering achtergekomen. Klopt dat? Dat klopt. Mag ik die? Nee! Mag ik die alsjeblieft? Kijk wat ik ook in mijn inventory heb. Dat kan ik niet zien. Nee. Wat heb jij? Een bucket met lava? Ja. Ik heb alles gehoord van de vorige aflevering. Dus we gaan het ritueel hier verbranden. Nee, dat ga je niet, nee. Ja. Dat is net te laat. Doe maar nog een keer lava. Ik vind het een goed idee. Doe maar je laafplaat. Nee jongens, zo doen we het niet. Ik doe het gewoon op een veilige manier ergens ver weg van jullie. Nee, geef dat boekje maar dit vind ik echt niet leuk. Mensen misten jou. Echt niet. Mensen waren allemaal heel lief in de reacties. Nee, ze zeiden, Sebastiaan is leuk, maar we missen Justin. Die heb ik niet gezien. Ik weet niet welke website jij kijkt, maar... Het waren er echt zoveel, ik zou ze met één oog kunnen lezen. Oké, er waren een paar reacties dat mensen je misten, Justin. Maar deze reacties onder deze video zullen vast allemaal heel lief zijn. Oké, maar ik wil graag dat Sebastiaan een van die reacties even in beeld laat komen. Sebastiaan laat nu een reactie in beeld komen waarin iemand zei dat ze Justin mist. Maar Justin, nu krijg je onder deze video heel veel lieve reacties. Dat weet ik zeker. Echt niet. Jawel, jongens, laat even een lieve reactie achter voor Justin nu. Mag ik het boekje dan? Er staat tussen haakjes aan. Ik ga een Silk Touch boekje op een pickaxe zetten. Ja. En dan ga ik een honing deze keer echt een bijenkorf zoeken. Mee. Dan ga ik even shoppen. Nee, dan ga ik eventjes... Maar hebben ik we genoeg diamonds? Wat ik ga doen. We hebben helemaal geen diamonds, jongens. Nee, er is niks. We hebben niks. Ik dacht, jullie hebben Sebastiaan. Rick, die wat weet zit er op veel die pickaxe? Maar... Silk Touch. Mag ik die eens? Er staat nog geen Silk Touch op. Efficiency. Waarom? Oh, dan zet ik daar Silk Touch op. Nee, ja, maar het is mijn pickaxe. Ja, dan geef ik hem terug. Kom. Okay. Dan kan ik even snel wat chanten. Wie gaat die spontjes? Ja, drom nou! Dan kan ik even snel wat chanten. Oké. Oh, deze krijg je niet terug. Leg je om. We hebben hier helemaal geen. Oh, die staat natuurlijk beneden in de kelder. Die staat beneden in die stinkkelder van je. Hoezo stinkkelder? Dat is de beste. Oh ja, slecht nieuws over de kelder trouwens. Wat? Hoezo? Ja, de sugarcane was niet genoeg, dus ik heb nog meer van de boekenkasten weg moeten halen. En nu hebben we nog maar één boekenkast over. Nee, maat. We hebben nog maar één boekenkast over. Ik heb ze allemaal moeten slopen om te kunnen ruilen met de villager. Oké, komt-ie. De pickaxe noem ik Van Walnut. Nee. Hij is nu officieel getrademarkt Van Walnut. Nee. Ja, wat lees je ervoor terug? Nee. Ik ga op avontuur, jongens, om bijtjes te regelen. Jullie hebben ook taken die mogen jullie zelf verzinnen deze aflevering. Nou, zo'n vrije aflevering is het. De endportal? Hebben we daar genoeg dingen voor? Nee. Nee. We moeten even slapen, trouwens. Oké, jongens, jullie mogen zelf jullie taak gewoon bepalen. Zo'n vrije aflevering is het. Ja. Jeetje. Dan bepaal ik dat ik vandaag niet veel ga doen. Jawel, nee, er moet wel veel gebeuren. Oké. Er moet wel genoeg gebeuren. Ik ga iets doen. Ik ga het huis een keer inrichten. Het huis? Welk huis? Het kou-kou huis. Die is ingericht. Oké, Sebastiaan, pak even het shot. Dit is ingericht. Ik ben het even aan het filmen, hoor. Ja, dit is ingericht. Waar hebben we de diamonds liggen, jongens? We hebben geen diamonds. Dat wordt jouw taak, Justin. Alsjeblieft, Justin, ga even minen en dan gewoon echt voor diamonds. Niet voor ijzer of iets, gewoon echt diamonds hebben we nodig. Ja? Ja. Ah, top. Je bent echt... Justin, je bent echt goed. Oh. Ja, wat? We spreken gewoon even de waarheid. Ja, ik klopt. Sorry. Daarom krijg je al die lieve reacties. Ja. Mensen vinden je echt leuk. Ik neem kampvuurtjes mee, zo, voor de... Was dat echt zo dat mensen hem leuk vonden? Nou, niet echt, maar wij wel. Ja. Ik wel.
Rick, no, ben je geweest? Nee. Ik ga een keer een aflevering opnemen om 3 uur 's nachts met Max. Dan lig jij op je nest. En dan gaan we je helemaal... Helemaal wat? Ja, weet ik ook nog niet. Justin, als jij 20 diamonds hebt gehakt aan het einde van deze aflevering... Yeah. Dan ben jij officieel de beste border survivalaar die er is. Hoe lang heb ik? Deze aflevering. Ja. Oh, deze aflevering duurt maar 2 minuten. Meer dan 10 diamonds. Ja. Dus niet 10, meer dan 10. Zeg ik 20? Ja, jij zit 10. Je zei eerst 20. Nee, jij zit 10. Dan bedoel ik 15. Je zakt vrij snel. Doe een compromis. 15. We doen het tussenin. 12. Meer dan 15. Meer dan 30. Meer dan 30. Nee, ik ga bijtjes zoeken deze keer echt. Vorige aflevering zou ik het ook doen, maar toen had Justin het boekje gestolen. Gestolen? Ik had hem in mijn inventory. Ja, daar hoorde hij niet te zijn. Diefstal. Ja, maar ik mocht niet meedoen die aflevering. Ik dacht, ja, ik heb het boekje, maar... Jij mocht niet meedoen, jij wilde niet mee. Jij zou Sebastian meedoen, doe ik niet mee. Ja, dat is, ja. Dat is een nieuwe regel. Dat is niet waar, je kon gewoon niet. Nee, klopt. Je kon wel. Nee, ik kon niet. Wat moest je doen dan? Ziek. Krijg je wat als je een links doodt? Nee, hè? Een links? Ja. Links? Wat is een links? Is. Dat heet toch een links? Wat is een links? Wat zit daar rechts dan? Ah, ik wist het. Die is zo'n kat, zo'n een ocelot. Een ocelot. Dat heet toch een links? Nee, dit is een ocelot. Volgens mij heette dat vroeger een links. Nee, dat heeft nooit een links geheten. Ik dacht dat het een links heette. Nou? Aan de andere kant van rechts. Ja, links. Dat is een kat. Nee, nou, dat is een half tijger. Ja, maar dat is een ocelot ook. Nee jongen, nee, die valt toch niet aan? Nee. Een ocelot is gewoon een wilde kat. Echt? Ik dacht dat het ook altijd een beetje hetzelfde was. Nee. Schaduw. Oh. René zou niet trots op je zijn. Nee. Ik dacht serieus dat de links een beetje gewoon een ocelot was. Nou. Nee. Nee? Maar nou, ik hoef geen links hoor. Hey, een Enderman. Ik ga hem killen, Justin. Dan, Oh, hij is geteleporteerd. Laat maar, ik ga hem niet killen. Waarom zijn Justin erbij? Ja, zodat jij de end kon vinden. En portal. Ja, maar ik heb al meerdere taken vandaag, dus... Ja, klopt. Je moet 15 plus 30 diamonds vinden. 15? Ja, 15 diamonds, dat zei ik. Maar wordt mijn naam ook op tab dan aangepast? Van Just uit YouTube naar Just uit YouTube, geweldenaar, borders of... De geweldenaar. De geweldenaar, gewoon. De geweldenaar, oké. Gewoon niet eens Just uit YouTube, nee, gewoon de geweldenaar wordt je naam dan. Ja. Zou ik dat als jij meer dan 15 diamonds mind deze aflevering, verander ik jouw naam op tap naar de geweldenaar. Jeetje, wat een prestatie. Maar ja, dat is wel echt een prestatie. Ik dit maar even uit, maar mag ik even game mode? Dan kan ik die diamonds inspannen. Nee, natuurlijk niet. Dat is goed, slash game mode creëren. Als we dat deden, dan was de survival binnen 1 aflevering klaar, jongens. Ja, maar daarom moeten we het leuk houden. Daarom zitten er steeds die knipjes. Jongen. Dat was een geit. Hey, Emerald. Ja, hier, kijk. Oh, kijk. Omdat we met Silk Touch natuurlijk... Oh, jongens. Oh. Er komt een wereld voor ons gaat een wereld voor ons open. Gaat een wereld voor Max open. Ja, jullie nog wat leuks beleven, jongens. Ja, ik heb bijna bijtjes gevonden. Ik ben op de coördinaten van Rick van vorige aflevering. Yeah. Als het goed is, moet ik hier ergens bijtjes tegenkomen. Ja, dat klopt. Daarom. Iets naar links? Nee, volgens mij iets naar rechts. Nee, nee. Links. Nou, volgens mij was het echt rechts. Dat is een ocelot, hoor. Ik ben... Ja, dat is een links, is dat. Dat is een ocelot. Goeie. Thanks, man. Hier ergens moeten bijtjes zijn, Rick. Als het niet zo is, ben je echt een leugenaar, een dief en een loser. Maar loser was je al. Nou. Ja, nou was je al inderdaad. Miauw. Oh. Miauw. Ja, links. Nee, miauw. Links doet geen miauw. Oh, wat doet de links dan? Miauw. Hey, de bijtjes. Ze gaan ook allebei volgens mij hun ding weer in. Dus doe ik eerst de kampvuur eronder plaatsen. Oké, jongens, kom op. In het hokje. Oh, het zijn er 2. Oh. Top, dan kunnen ze gelijk farmen. Max, mijn pickaxe is kapot. Ja, dat is jouw pickaxe. Ja, nee, ik had een diamond. Ingaan. Maar er zijn geen bloemetjes hier. Wat wil je daarmee zeggen, Rick? Je hebt 1 diamond. Ja, ik gestolen. Heb een diamond pickaxe. Hey, ik heb een Silk Touch boekje hier. Meen je? Ja. Ik denk dat we die moeten bewaren totdat Justin genoeg diamonds heeft. Jullie gaan ook gewoon echt vanuit. Ja, jij gaat toch diamonds halen? Ja, klopt. Zeggen. Ik zal alleen maar even vinden. Oké, ik moet wel even bloemetjes vinden, anders gaan ze hun huisje niet in. Zonder bloemetjes hebben ze geen honing op hun kontje en dan gaan ze hun huisje niet in. Ja, dat is wel belangrijk. Ja, op zich. Waarom heb ik mijn pickaxe aan jou gegeven? Ja, ik ben er wat goeds mee aan het doen. Jij hebt waarschijnlijk niks mee gedaan deze aflevering. Hoezo? Wat is jouw taak trouwens? Je hebt niet eens iets over jouw taak verteld. Wat ben jij aan het doen? Ja, ik ben het huis aan het mooi maken. Die was zo ingericht. Ja. Nee, die is niet ingericht. Laat mij gewoon dit doen, oké? Okay. Nee, maar ben jij nou niks voor de Border Survival zelf aan het doen? Al moet ik zeggen, dat hele boerderijhuis had ook echt helemaal geen nut, maar... Ja, precies. Ja, dat was ook jouw huis. Ja, Rick.
Nee, die was van Sebastian. Nee, dan het vorige. Oh, dat is Sebastian. Nee, Sebastian heeft de brug. Dat is echt de grootste toevoeging aan de hele Border Survival. Ja, dat is, als kolonie naar de overkant, inderdaad. De brug. Oké, okay, hier een bloemetje. Kan je zelf met allemaal idee, bloemetjes plaatsen voor de bijtjes? Nee, ja, was niet. Nee, dat was wel ons idee dat hij een brug moest bouwen. We waren wel aan hem overgevoerd. We zeiden tegen hem dat het heel belangrijk was, weet je. En hij geloofde ons volgens mij, dus. Ah, ja, nee, zoals dat goed. Oké, de bijtjes zijn met de bloemetjes bezig, jongens. Dan gaan ze als goed is hun hokje weer in en dan kan ik het hakken. Oh, zaten ze er al in, dat meen je. Oké, ze zijn lekker met de bloemetjes bezig. Alleen, ze zijn een beetje stom. Oké, hij heeft ze, goed zo. Ja, hij zit in zijn hokje. Ja, omdat ze waren met hetzelfde bloemetje bezig. Ja, maar misschien vinden ze dat gewoon fijn. Nee, dat is niet fijn. Dat is dom. Dat vind ik niet aardig dat je dat zegt. Ik wacht even tot het nacht is en dan zitten ze sowieso in hun hokje. Dus het komt goed. Komt goed, jongens. Als het nacht is, dan neem ik ze mee. Ja, als het nacht is, neem ik ze mee. Ik ga nu nog even verder op avontuur. Oké. Want ik zie hier de border. En sneeuw. Oh, dan kan ik volgens mij met Silk Touch kan ik ook dit gaan doen. Zo. Huh? Moet dat met de schep met Silk Touch dan? Ja. Sneeuw hakken. Oh, dan moet ik helemaal Silk Touch op een schep zetten. Bleh. Dat weet ik eigenlijk niet. Dat vind ik wel heel goor dat dat moet. Hadden we dit al? Hey! Jongens, ik ben echt gewoon te goed voor deze survival. Ik ben echt zo trots op jou. Yeah. Ja? Oh, dat vind ik echt heel leuk van je, Rick, dat je dat zegt. Ja, thanks. Oké, hier is hier nog niks. Ja, echt leuk van Rick, hè, dat hij dat doet. Ik moet wel zeggen, ik ben echt wel blij met mijn taak. Ja, je hebt echt een poeptaak voor jezelf. Ik vind het echt een leuke taak. Nee, een hele makkelijke taak. Ja, maar dat mag, kon doen. Dat mag ook wel een keer, want ik moet altijd de stomme taken doen. Ik moet altijd alles wat Justin niet afmaakt, moet ik het doen. Oh, wat Justin niet afmaakt, en Justin gewoon niet er genoeg tijd voor krijgt, Rick Force. Justin niet gewoon genoeg tijd ervoor krijgt? Ja, ik mag niet elke aflevering meedoen, hè, dan krijg ik dat. Je mag niet elke aflevering meedoen. Ja, maar dat weten de kijkers niet, maar het is echt zo. Nee, dat is niet waar. Jij mag altijd meedoen, maar jij wil nooit meedoen. Ja. Nee, ik mag niet meedoen. Je wil niet meedoen. Wees nou eens eerlijk tegen de kijker. Kijkers, Justin wil nooit meedoen. Nee. Hij zegt altijd, ik ben veel te populair voor jouw YouTube-kanaal. Ik ben Justin. Ja, en dan zegt Max, ja, ik ben Max. En dan, ja. Ik ben Max. Dat kwam inderdaad heel poers uit. Ik ben Max. Ja, maar ze zegt Max dat ook weer deed. Max, ik ben Max. Ik ben Max. Ik ben Max. En wie gaat dat nemen? Wat? Het is niet grappig als jij het ook nadoet. Ik kan er gewoon voor mij op. Oh, sorry. Laat Rick en mij dat maar even doen. Ja, ja. Wij zijn net boerenprofessionals. Ja, ja. Als je daar gewoon even mee kan stoppen voor de volgende keer, Justin, dat zou ik erg. Max weet niet eens wat een beregeningsinstallatie is. Nee, dat. Ja. Totdat jij het uit had gelegd, niet nee. Nee, maar ik heb het niet uitgelegd. Nee, klopt. Goeie kameraad van mij. Het wordt bijna donker, bijtjes. Het is tijd om jullie holletje in te gaan. Bepalen ze zelf wel. Bepalen ze zelf wel. Kom op, bijtjes. Hokje in. Ik heb bloemetjes geplaatst. Het wordt donker. Het is tijd. Oh, dan gaan we zoveel nieuwe blokken. Dan kunnen we met alles, zoals kaarsen. Dan kunnen we koper gewakst hebben. Dan kunnen we... Ja. Beehives kunnen we hebben. Wow, nee, vet. Joh. Drie items? Hoeveel heb je er nu? Vier? Nee, dat zijn echt heel veel items. Want kaarsen kunnen in alle kleuren, koper zijn er heel veel blokken. Oh, ja. Dat zijn serieus heel veel dingen. Daar kunnen we echt best wel veel mee doen. Volgens mij kan je met het bijspel echt veel. Maar ik vraag me af, hè, zitten er wel diamonds in deze Minecraft-wereld? Ja, natuurlijk. We hebben toch best wel veel diamonds al gevonden. Ja. Kom op, bijtje. Het is zo avond. Ga je hok in. Nou, als er zo iemand tegen mij gaat praten, dan ga ik ook niet meer hok in. Hij is weggevlogen. Ja. Of is hij zo ook jou in? Oh, daar komt hij. Hij is onderweg. Hij is onderweg. Ga maar naar huis. Ga maar je huis in. Kom. Ga maar. Eén, en tweeën. Oh, nog één. Ga maar, joh. Hallo. Hey. Waar ga je heen? Hij wil zijn huisje niet in. Misschien heeft hij helemaal geen huisje. Dat vind ik heel zielig. Ga je huis in. Nou, dan sloop ik zijn huisje maar. Net zo goed van als de lijden verlossen. ik geef hem nog 10 seconden. Nee, dan ga ik hem niet doodmaken, maar dan laat ik hem gewoon achter. Ja. Ja, ik weet niet wat echt is trouwens. Dat dacht ik. Ah, hij heeft volgens mij geen huisje. Nou, dan dacht ik deze wel. Komt hij 1 en 2, hoppakee, zo. Bee nest, die nemen we mee. En nu komt hij hier wel heen, hè? En nu vliegt hij hierheen. Ja, maar nu is hij boos. Oké, en dan deze sloop ik ook. Zo, hoppakee, ah. Total bee location. Hoppakee. Nou, ik kom terug naar huis, oké? Okay? Wil je wel ons feest voor me klaarzetten? Rick is huis aan het inrichten, dus... Ja. Okay, laten we ook gelijk even slapen. Creeper! Nee, daar. Ah, mijn bed is opgeblazen! Nee! Ik kan niet slapen, mijn blauwe bed! Het OG blauwe bed! Oh, man. Maakt niet uit. Hé, bijtje is hier. Oh, helemaal heen. Ja, hij gaat gewoon naar huis. Maar nu kunnen we dus niet meer slapen. Nee. Nou, okay. Ik op het moment niet. Nee, ik moet eerst naar huis. Oké. Okay. Oh, mijn creeper mijn bed heeft opgeblazen. Ach, man, kan gebeuren.
mooie Justin schuld. Justin gaat ook zoveel fouten, dus kan bij jou ook best wel een keer een foutje. Oh, als Sebastian was geweest, had het nooit gebeurd, weet ik zeker. Nee, daar moet ik het wel mee eens zijn. Oh, Sebastian, waar ben je nou? Oh, dan moet ik helemaal in het donker moet ik terugreizen. Oh. Gooi je toch van je licht aan, man. Mijn licht aan? Ja, gooi je lampen aan, man. Ja, man. Ja, gooi je lampen aan, joh. Zo, en dan maken we even een bootje. Dan zijn we wat sneller. Oh, nee. Waarom spannen er altijd creepers in de kistenkamer? Is er weer een creeper in de kistenkamer? Ja, ik kwam binnenlopen en ik schrok me echt kapot. Maar hoe komen dan? Die beesten altijd ja, ik weet daar. Het niet. Weer heeft Justin er eentje binnengelaten, hè? Oh, ik weet hoe ze hier komen. Nou? Ja, het is bovenin hier gewoon echt bokken donker. We hebben trouwens helemaal niks verteld over dat ik een ogenskin aan heb. Ik heb gewoon in deze aflevering hebben we niks erover verteld. Jawel. Gewoon één ogenskin aan. Ik maakte aan het begin een grapje. Nee, ik maakte aan het begin een grapje. Oh, wat zei je dan? Ja, over Justin met Scommons. Ik kan het wel met één oog zien. Oh, dat ging over dat ik een ogen ben. Ja. Oh, ja, ik had hem gewoon voor de grap aangezet, maar uiteindelijk heb ik er zelf helemaal niks over gezegd in de video. Volgens mij hadden zoveel mensen gezegd van, waarom heeft hij één oog? Het heeft eigenlijk ook helemaal geen reden, maar ik dacht, ik zet hem gewoon aan. Waarom heb je één oog? Ja, dat is een lang verhaal, daar kan ik eigenlijk niet over hebben. Oké. Okay. Hoe kom jij binnen? Ja, dat weet ik ook niet. Zag je Justin ineens? Nee, een zombie. Oh. Ja, hij leek wel op Justin hoor. Ja, maar niet uit. Maar ik vind echt helemaal niks. Heb je al één diamond gevonden? Nee, helemaal niks. Maar hoe hoog zit je? Ja, ik zit op 63 of zo. Je moet naar 63? Waar zit je op? Ik zit op min 56. Oké, dat is goed. Je moet min 58 moet je strip-minen. Nee, min 56. Nee, 58. Nee, min 56 is goed. Nee, 58. Mark, geloof me nou gewoon maar. Min 56 okay, is veel beter. Min 56 is goed. Prima. Nee, min 56 is echt veel beter. Nee, is goed. Is goed. Ja, nee, maar dat je dat Nee, is goed gewoon. Ja. Je moet zich gaan bedstijlen uit Monumenthuis. Nee. Ja, en dan eind van aflevering ben ik weer terug. Je gaat een Justin poelen en hem gewoon niet terugleggen. Waarschijnlijk wel, ja. Dat kan echt niet. Oeh, dan wil ik het oranje bed hebben nu. Wat is mijn zo, ik slaap. Ik niet. Ik ook niet. Moeten wij ook slapen? Jullie moeten ook slapen. Ik slaap niet. Ik ook. Ik nog steeds niet. Er zijn monsters in de buurt. Schiet even op, Rick. Ja, er zijn monsters in de buurt, Justin. Gewoon Maar Justin is offline. Ja, kan er ja, monsters ja, in de buurt zijn? Ja, ik slaap hoor. Ja, dat was ik even vergeten. Maakt niet uit. Justin, je zit te vroeg. Ja, nee, jullie waren aan het slapen. Ik slaap. Ja, kan ik weer? Ja. Ja, nou nog even wachten. Nog even, nee. Kan je nog één keer weg? Nee, kan niet. Oké, jongens, waar zou ik zou ik ze buiten plaatsen of wel in een hok ergens? Dat ze niet kunnen weg, anders despawnen, weet ik zeker. Ah, oh, ja. Wat? Er staat een heks op het dak. Wat doet die heks daar op het dak? Staan. Nee, kom er vanaf. Nou. Nee, ik maak wel wat leuks, jongens. Ja, maak je wat leuks? Ja, ik ga echt wat leuks maken. Ik ga ze... Of ik kan ze in de kelder doen. Ja, dat is leuk, zeg. Nee, dat is niet zo leuk inderdaad. Ja, ik vind de kelder toch niet het leukste plekje op in een huis of zo. Voor bijtjes in een kelder. Wat lullig zou dat zijn. Hey, Rick. Hey. Oké, nee, ik maak wel gewoon een glas. Rick, er staat iemand buiten te schieten. Oh. Max, kom eens naar het huis zo. Heb je hem ingericht? Maar was zo ingericht. Nee, maar je welkomstcomité. Hey, Max. Oh, hey, Justin. Leuk dat je er bent. Heb je al diamonds? Ja. Okay. Je was helemaal niet op min 56, want je bent alweer boven. Ja, ik was op min 56. Oh, maar ik druk op tap, maar dan gebeurt dan niks. Je hebt nog geen 10 diamonds. Ik heb er 15. Oh! Ik had maar je moest meer dan 15. Je zegt altijd dat je niks kon vinden. Hey, Rick, ik had al gezegd meer dan 15. Ja, meer dan 15. Nee! Ja, 15. Dat is niet genoeg. Je moet er nog één. Je moet er nog één. Laat ze hier, anders ga je dood. Ik zie het echt gebeuren. Hoe kom je aan 15? Je bent ja, ik had 2 klompjes. Eentje met 9 en de ander met... 9? Kan dat? Ja, ik had eentje met 9. Nee joh. Ja. Ik dacht dat 4 het maximale was. Nee, ik had eentje met 9. Maar je hebt daar niks over gezegd. Nee, klopt. Sebastian, dat moet wel even in de video komen, want ja, ik zie het nu al gebeuren. Ik zie het nu al gebeuren dat het uit de video geknipt wordt, omdat je niks gezegd hebt. Ja, maar dan ziet Sebastian dat ik game Dus hier had. Even een flashback naar het moment dat Justin... Diamonds valt. Oh, hoe kom jij binnen? Ja, dat weet ik ook niet. Zag je Justin ineens? Nee, een zombie. Oh. Ja, hij leek wel op Justin hoor. Ja, maar niet uit. Ik zie het namelijk alweer gebeuren, anders krijg je reactie. Oh, Justin heeft ze gewoon ingespant. Justin heeft ze ingespant. Maar ik moet er 16 hebben. Ja, maar ja meer dan 15 was de afspraak. Oké, maar ik neem ze mee. Welkom terug, Max. Waarom doe je altijd min is plus is min? Altijd. Ja, dat vind ik mooi. Dat is toch mooi? Nou, wat is het? Nou, wat kijk, leuk, hè? Kijk hoe scheet. We kunnen met z'n drieën kunnen we zitten hier gezellig. Ja.
Dat vind ik leuk zo. Kunnen we zitten dan? Ja, kijk, en heb je hier gewoon een mooie. Anders val je naar beneden. Kijk, nu. Oh, mooi. Ja. Dan kun je inderdaad mooi naar beneden lopen. En heb je boven ook ingericht? Nee. Ja. Kijk, nou, mijn bed. Je hebt alleen het bed geplaatst gewoon. Ja, dat is mijn Bernard. Bed. Hey, Bernard is upgrade. We kunnen nu ook een klok krijgen. Hadden we nog niet. We hadden nog geen klok, hè? Niet dat ik weet. Niet dat ik ook weet. Oeh, en glas. Dat heb ik nodig. Maar dat kan. Nou, dit heb je echt zojuist geplaatst. Nee, dit stond er. Dat hij Justin gewoon al 15 ja, diamonds goed, heeft. Dat is echt goed, inderdaad. Maar ja, ja, ja. Doe je toch weer aan het minen. Kan je net goed even langer doorgaan. Ja. Toch? Ja, ik ga alweer. Ik ga nu wel deze kant op, want hier zitten diamonds. Kijk, Sebastian. Even meekijken. Kijk, even wachten hoor. Die kant niet. Deze kant is mijn tactiek, dit hè. Dan kijk je die kant. En dan ook niet. En dan loop je 1, 2, 3, 4, 5, 6 blokjes naar voren. Doe je precies hetzelfde. Maar nu hou je op bij 4. 4 blokjes. Dan doe je aan de andere kant 5 blokjes. En dan. Heb je, als het goed is, moet je ietsje verder. Als je dan 1 naar beneden gaat en dan 4 naar links. Ja, is dat zo? 1 ja. Naar beneden en dan 4 naar links. Ja. 1, 2, 3, 4. Ja, en dan? Was het ook weer naar rechts weer, hè? Ja, 6 naar rechts. 6 naar rechts. Even kijken hoor, Sebastian. En dan? Is het gelukt? Heb je diamonds? Nee, en dan? Dat was nog ja, en dan was het, op welk niveau zit je nu ook weer? Ik zit nu op min 57. Ja, dan was het 1 naar beneden nog. Ja. En dan 4 naar voren en dan weer 1 omhoog. Jullie gaan echt geen duimpjes vinden op deze manier. Nee? Jawel, dat werkt altijd. Altijd. Zo deed het vroeger ook altijd. Jongens, ik ben zand aan het hakken. En dan die kant. Max, waarom ben je zand aan het hakken? Goeie vraag. Max, waarom ben je zand aan het hakken? Oh ja, leuk dat je interesse toont. Is Sebastian toch al gedaan, vorige aflevering? Ja, maar ik moet namelijk een glazen kooi maken voor de bijen. Wat, krijgen ze geen eigen huis? Nee, glazen kooi, gewoon heel simpel. Meer gun ik ze niet. We hebben nog best veel glas, hè? Nee, helemaal niet. Nou, dit werkt niet. Hebben we heel veel glas? We hebben heel veel glas. Hoeveel? Paints of blokken? Blocks. 1, 2, 3, 4. Even kijken, minimaal 20. 7. Ja, maar dat is toch niet veel? Jawel. 20? Ik vind dat veel, Max. Ik stel voor, we hebben heel veel in verschillende kleurtjes, dat je al die kleurtjes moet gebruiken. Voor de bijen, voor het bijenhuis. Okay. Prima, dat komt goed, dat ga ik regelen. Deze aflevering. Want dan maak je aflevering nog een keer op. Waar ga je het huis bouwen? Weet je dat al? Dan zet ik zo ja, aan de andere kant bij de brug van Sebastian. Dan kunnen we daar naartoe. Ja, dan kunnen we de brug van Sebastian ook echt gebruiken. Is hij daadwerkelijk nuttig? Dan hebben we niet alleen aan Sebastian wijsgemaakt dat hij nuttig is, maar dan is hij ook echt nuttig. Maar Sebastian, laat even je mening weten daarover in de comments. In de edit. Laat nu even een pop-up komen, Sebastian. Wat vind je nou echt van je eigen brug? Kom nu even zo'n voetdekje in beeld. Kijk, dit vindt Sebastian van zijn eigen brug. Is je APK gekeurd? Is je APK gekeurd? APK. Algemene brugcontrole. Algemene brugcontrole. APK. Ja, controle met de K ook. Ja, dat maakt niet uit. ABC. Algemene brugcontrole. Juist. Nee. Dus de ABC, jongens. Een keuring moet je dan van maken. Algemene brug. Nee, maar controle vind ik leuker. Ja. Nee, maar keuring. Ja, maar... Nee, just, stop nou maar even. Sorry. Sorry. Heb jij dat glas al gepakt, Rick? Ja, heb ik hier allemaal. Ik zet het op de brug. Ik zet het op de brug, oké. Daarmee moet ik de kooi maken. Een paar afleveringen geleden, hè? Nee. Nee, klopt. Ja, wat is een paar afleveringen geleden? Toen moest Sebastian een sluipschuttersmiempje erin gooien. Ja, dat is hem niet gelukt. Nee, dat is niet gelukt. Nou ja, ik kon geen sluipschuttersfilmpje vinden. Toen had hij volgens mij eerste win op mijn kanaal erin gegeven. Ja, klopt. Helemaal niet leuk. Maar ik wil gewoon dat Sebastian een keer moeite doet. En, Je kan wel gewoon sluipschutters vinden. Ja, kom op. En wat ging om een heel specifiek clipje? Ja, maar waar ging het ook alweer over? Over de kofferbak, over de auto of zo, toch? Of was dat het niet? Nee, ik weet het niet eens meer, maakt niet uit. Flashback naar dat stukje, Sebastian. Nee! Nee, maar doe maar eventjes je leukste sluipschuttersmeme. Ja, Sebastian, doe nu even de leukste sluipschuttersmeme die jij kent in de video editor. Rick, hij gaat niet zo groot worden hoor. Ik heb echt maar 2 bijenkorven. Nee, hij gaat immens groot worden. Hij gaat uiteindelijk, dit is de grote dat hij wordt zo. En daar heb ik echt by far niet genoeg glas voor. Nee, maar waarom? Dit hoekje heb je niet nodig. Haal dit hoekje weg. Dit hoekje. Jawel, dat is, dit gaat echt lelijk worden. Nee, het moet zo'n cirkeltje worden. Nee, ik ga geen hokje maken, ik ga het in de grond doen.
En dan met een glazen deksel erop. Nee, jawel. Dat is lelijk. Nee, alles is mooier dan dat wat ik nu van plan was. Max, ik ga het nu terugplaatsen. Dit is heel lelijk. Nee, Rick, dit is niet lelijk. Dit is goed. Wat je nu gaat doen is echt heel lelijk. Nee, jij hebt je eigen... Ga een nieuwe taak starten. Ja, mijn taak is jou helpen. Jou adviseren. Nee, ga een nieuwe taak starten. Nee, stop. Maar jongens, ik heb wel een goed idee. Ja? In het vervolg, als men diamonds wil gebruiken... Moet je goedkeuring aan mij vragen. Oké, dat vind ik prima. Oké, waar heb je de diamonds? Op zak. Okay. Rick, wat doe je? Wat ben je aan het doen? Ja, ik maak dit even mooi. Ja, maar dat heb je voor niks weggehakt daar. Want het wordt maar zo groot als dit. Het wordt een heel klein hoekje. Ja, maar het is gewoon lelijk. Kunnen we niet beter een farm maken? Nee, dat is weer te veel werk. Nou, dat is heel makkelijk, maar weer te veel werk. Ja, precies. Dat klopt. Wat? Het is weer te makkelijk, maar te veel werk. Ja. Nou, het is te makkelijk, maar te veel werk. Maar ik heb er wel 23 diamonds. 23? Ja. Ja, dan moet je terugkomen. Ja, maar moesten er meer dan 15 zijn. Dus moeten er precies 16. Dus je hebt er nu te veel. Dus als je deze even in de lava gooit. Ja, zal ik dat even doen? Ja, dan kan je gewoon even nieuw hakken. Rick, ik heb wel een goede taak voor jou. Jij mag de muren hiervan met gekleurde terracotta en gekleurde concrete maken. Ja, ga ik doen. Dat is het leuk, hè? Ja, dat vind ik. Dat is leuk. Hebben we ook één grasblokje? Nee. Vast wel. Want ik moet er namelijk hieronder even. Dan kan het even glas worden. Maar je hebt silk touch. Oh, ik heb silk touch natuurlijk! Ja. Zit je nou moeilijk te doen, man? Ja, joh. Hier, kijk! Hoppa! Oh. Hoppatee! Oh, ik heb... Hoppa! Ik wist wel dat ik heb gewoon weer diamonds. Het is gewoon niet te filmen. Jij filmt het volgens mij. Ja, ik film het zelfs. Sorry, is leuk. Oh, zijn er ook weer zoveel diamonds? Wat is dit? Meneer heeft er al 30. Oh, nog 30? Meer! 31! Jemig. Ik ben heel goed dit aan het bouwen nu. Dat dacht ik ook. Hoi. Hoi Rick. Hoi Rick. Oh, heb jij... Oh, wacht, ik heb zelf nog. Ik heb geen schep voor je, sorry. Dat is een leuk, ik heb wel een schep. Ik heb ook zelf geen schep. Nee, is niet waar. Nee, Rick, ik heb zelf geen schep. Ik heb niet genoeg glas, denk ik, voor dit. In ieder geval niet genoeg gekleurd glas. Maar niet uit. Had wel een full diamond setje eigenlijk. Kijk, Rick had waarschijnlijk gezegd dat het uit had gemaakt. Nee, dat moeten we nog... Dat moeten we serieus just in. Nou, dat vind ik een ongelooflijk slecht idee dat ik dat niet meer ga doen met mijn 31 diamond. Is het wel verstandig om dat met 31 diamonds te doen? Dat weet ik ook niet. Oh, Rick. Oh. Jij hebt natuurlijk die hoogte veranderd. Oh. Oh. Nee, het is wel goed. Het is goed zo, Rick. Ik wil zeggen, wat zit je nou in te zeuren? Nee, het is goed zo, Rick. Het is goed zo. Wat zit je... Nee, Rick, het is goed zo. Het is goed zo. Het is goed zo. Hier doen we toortjes. Wat? Dan doe ik dit gewoon met normaal wit glas of dit glas dichtgooien, zo. Hoppakee. Moet kunnen. Het is echt heel lelijk, dit dak. Nee, ik denk echt wel dat ze zich hier thuis gaan voelen. Ik zou, als ik erbij was, niet thuis voelen. Ook als je erbij was, snap je? Lange stilte, ook wel mooi. Ik ga zo meteen een full diamond setje maken voor mezelf. Nee, Justin. Ja, het ding is, we hebben hem wel nodig, ook voor de Border Survival zelf gewoon. Dus ik twijfel serieus of het handig is. Misschien dat het wel gewoon moet. Auw, skeleton. Oh, twee skeletons. Oh jee. Oh nee. Jee, mineetje. Het is toch niet zo. Oh, ze vallen elkaar aan. Maar ik heb gewoon een keer mijn taak goed uitgevoerd. Dat vind ik wel leuk. Ja, dat vind ik, ben ik trots op je. Ja, oké. Rick, dit moet eentje, lager, Rick. Nee, dit is goed. Moet je hem ook zo hoog hebben, die muur? Ja, dat is vet. Waarom ben je zo lang bezig met die muur trouwens? Je bent echt al een uur bezig met die muur. Dat is helemaal niet waar. Jawel, je bent echt lang bezig met die muur. Nu zit je een beetje te jokken. Nee, ik ben niet aan het jokken. Ik ben aan het brokken. Je bent aan het... Dat ga ik niet zeggen. Wat? Kijkers moeten even een reacties laten weten dat Rick echt heel lang bezig is met die muur. Nee, ik ben het gewoon mooi aan het maken. Dat moet wel goed wezen. Ja, kijk, ik ben geen Justin die zomaar dingen afraffelt. Zoals? Kijk, Rick, en hier moet een ding eens komen. Rick, wie had als eerste een huis gebouwd? Jij. Zo. Ja. Afgeraffeld. Ja, en wie overnachten. Ja, maar zo werkt dat niet, Justin. Wie had er een slechte kist gemaakt die niet bestendig was tegen de creepers? Rick? Ja, dat was Rick, dat moet ik wel zeggen. Ja. Ja, maar daar kan ik niets aan doen, dat jullie creepers naar binnen laten. Je kan toch ook de muur van de buitenkant en de binnenkant maken van obsidian en daar omheen hout bouwen? Zo, jongens, het hockey is af. Als zijn bijna, als Rick een keertje opschiet. Gast. Zo, kijk, Rick, en dan kunnen we hier... Gewoon weer diamonds. Zal ik het nog een keer filmen anders? Nee. Kijk, doen we zo. Dan doen we daarop, doen we dit en dit. En dan doen we daarop, doen we dit een bijennestje. En doen we daarop, doen we nog een bijennestje. Nou, als ik bijtjes zou zijn, zou ik echt vrolijk zijn in dit gekleurde hokje. Dat we dit nu hebben gemaakt voor bijtjes. Als bij zou ik toch echt graag gewoon vrij in de natuur willen vliegen. Niet Als bijen willen dat niet. Jij bent geen bij, Justine. Dat snap jij niet. Ben ik geen bij, denk jij? Nee, ik heb echt onder de bijen geleefd. Ik weet het. Dan plak jij zo. Dan plak jij zo? Wat?
Snap je hem niet? Okay. Rick, je bent echt heel lang bezig met die muur. Je hebt er echt heel lang over gedaan, maar ik vind het wel hij leuk. Is klaar. We hebben echt gewoon een discokamer voor de bijen gemaakt. Ik denk dat ze helemaal gek worden binnen. Zullen we slapen? Ja. Kom eens even naar buiten, ik wil ze zien. We gaan dan gewoon naar een eigen bed, Rick. Oh. Ik kom ook wel, ik ga wel met je mee. Oh, dat vind ik gezellig. Dan pik ik ze een stuk. Kom je gezellig naar boven, Justin, met je diamonds? Ja, hoeveel diamonds heb je in totaal? 33. 33? Ja, dan mag je wel één compleet diamond armor setje maken. Echt? En dan verdelen we die over iedereen, want we hebben allemaal net zo. Nee, ik ga het alleen eraan doen. Oké, dat vind ik ook goed. Oh, snurk ze. Ja. Thanks. Hé, hey, je hebt mijn bed. Ja, ik heb het terugplaats. Ik wil zeggen, ik wil gewoon vanaf nu weer hier slapen. Dat voelde autovertrouwd. In het cacao-huis. Ja. De bijtjes, we gaan even kijken, Rick, hoe just blij ze zijn. Ja. Oh, dat glas hier moet wel even vangen worden. Die. Dat vind ik niet mooi. Zo, en dan... Hij wil naar buiten gelijk. Waarom? Ja, omdat hij vast goed zit. Leven. Hij heeft zo'n goed leven hier. Hij zit vast. Okay, wacht. Zo, nu kan hij er niet uit. Hij kan er sowieso niet uit. Hij kan er nu niet uit. Maar zeg maar niet dat we maar één bijtje hebben trouwens. We hebben maar één bijtje. Nee, toch? Ik had echt gewacht tot alles erin zat. 100% zijn er meer, maar er moeten wel bloemetjes trouwens, anders kunnen ze niks. Ja, hij is daar weg. Hij is pleitos. Oké, wacht. Even bloemetjes erbij doen. Dat mist nog. Ze moeten wel bloemetjes hebben natuurlijk. Oké. Ik ga nu een bloemetje pakken. Nou, maar meerdere. Eentje is genoeg. Gewoon een stuk of één. Stuk of één. Dat is goed, hè? Ja, redelijk. Hebben we überhaupt wel bloemetjes? Jazeker, in het cacao-huis heb ik echt alles mooi gedecoreerd. Oh nee, maar dat moet je wel laten staan dan. Ja, ja. Nee, maar in de kistenkamer, als je binnenkomt, gelijk links. Gelijk links, oké. Okay. Ja, dubbele kist. Daar heb ik één dandelion. En ja. Ja. En hoge bloemen. Hoge bloemen hebben ze toch niks, dan nog wel? Jawel, vast wel. Vast wel, deze bijtjes. We hebben geen keus. Het is het enige bloemetje die we ze geven. Dus stik ze maar in. Was er niet meer? Okay. Nee, we hebben twee bloemetjes heb ik nu voor ze. Ja, ik heb ook nog een bloemetje. Oké, ik hoop dat dat genoeg is en dat ze dan een keer honing gaan produceren. Oh, dit is wel heel irritant! Oh, dus ja, het zijn er wel twee! Het zijn er twee! Oké. Okay. Alleen we moeten even kijken of we iets kunnen fixen hiervoor. Ga weg! Want als ze nu dat luik open doen, dan vliegen ze weg. Wacht, kom, waarom willen ze naar buiten? Er is niks buiten voor ze. Vrijheid. Hun leven is hier beneden. Ik weet hoe we dit moeten oplossen. Nou? Zometeen als ze even weg zijn, moeten we een deur erin zetten. Hoezo? Ja, dat helpt. Ik zweer het je. Een deur gaan ze niet doorheen. Nee. Dan heb je ooit bij je deur ook gezien maken. Nee, maar dat is ook niet wat ik bedoel. Jawel. Weet je hoe ze hem openmaken? Met zo'n biometrisch slot. Zei dat nou? Ja. Ik ging het doen. Zo. Hey, Max. Kijk. Wat? Zou ik echt bij heb zo'n clutch. Kijk zo. Ja. Oh, bijtjes. En nu moeten jullie honing gaan produceren voor ons. Haak er ook kom even in voor mij. Waarom? Oh, jij wil ook naar beneden. Ja. Wacht, kom maar in het hoekje hier. In het hoekje. Wat? Ja. Oh. Kijk. Laat jij ook een bloemetje? Ik heb ook een wortel. Ik heb mijn bloemetje net in de kist gelegd. Oh, waarom? Kan je nog even eentje hakken? Nee, maar dan moeten we... Hier, waarom gaan die bijtjes hierheen? Hak even het hoekje. Wat is het irritant dat die bij... Nee, we moeten hier beneden een deur plaatsen, Rick. Ja, ja. Hier beneden een deur. Ja, dat weet ik. Kom even kijken bij het bijhuis, en dan kijk, zo, kijk. Ja, maar ze moeten er toch uit? Oh ja, ze moeten er nog uit. Oh, Max. Waar zitten ze nou? Maar dan kan je de deur wel laten staan, maar dan moet het lijf gewoon open houden. Waar is het bijhuis nou? Okay, we hebben geen bijenhok. Haak deze even. Oh. Het is een bijenhok. Ik moet met je mee, Rick. Hij is ook gewoon einde aan... Maar die brug is ook onpraktisch. Hoezo onpraktisch? Nou, je moet eerst brug. Om een berg heen. Ik geloof dat het is echt heel onpraktisch. Ik ga hem nog een keer hakken, dan kan ik mijn bloemetje plaatsen. Ja. Welkom in de bijenhok, Justin. En niet deze... Als je echt zweert het je, dan is alles verpest. Ik smeek het je op alles. Ja, dat snap ik. Snap. Deze mag niet open. Hey, het zijn er drie! Het zijn er drie! Oh, het zijn er drie, joh! Wow. Ze hebben een baby, volgens mij. Nee, ze hebben geen baby. Kijk, ik heb ook een bloemetje geplaatst. Dat is bamboe. Oh. Ze moeten er even weg. Ik heb ook bloemetjes. Ze moeten even doorhebben dat dit geen uitgang meer is. Rick, kan je die trapdoor... Nee, die trapdoor kan je niet slopen. De slijs, dus slaat hij dood. Oh, thanks. Volgens mij willen ze daar weg. Moet je die trapdoor even weghalen, Rick? Volgens mij willen ze dan wel weg. Nee, ze zitten tegen dat glas aan. Ze moeten even... Wacht, drop die silktouchjes, dan kan ik dat ene glasblokje weghalen. Welk glasblokje? Die groene. Oh. Ze zit hier tegenaan. Oh, nee, want dan krijg ik hem niet terug. Ik zie het al, ik ga het zelf doen. ik wist het. Dan ga je dat sowieso, dan ga jij dat doen. Justin, niks doen. Dit is echt voor... Oh. Ja. Oké, plaats die trap nog vast terug. Oh. Ja. Nee, dit gat hier was open. Oh. Oh mijn god, dat gat daar was open. Ga weg. Oké. Ja. Oh, nu kunnen we het gewoon controleren inderdaad. Ja, dit is goed. Kijk. Woe. Ja, we hebben het jongens, een goed werk. Kijk, nu willen ze wel naar buiten. Ze willen wel echt graag weg, ja. Ja, maar ze hoeven niet naar buiten. Ze hebben er niks te zoeken in het... Maar waarom willen ze weg? Ik snap het niet.
Kijk wat voor goed leven. Ze hebben zeekomkommer zo te zien. Ze hebben bamboe. Zeekomkommer, ja. Ja, dat is zeekomkommer. Ja, dat is letterlijk wat hoort bij die beesten. Dus nu kunnen we, kijk, als we naar de lobby gaan. Nu kunnen we hier, zoals je kan zien, kunnen we... Oh, Justin. Wacht even, Justin. Jongeman. Kijk, nu kunnen we al deze kopper kunnen we doen. Dat zijn echt weer, wat is het? 15 blokken of zo? Ik ga eventjes leuke dingen doen. Dan kunnen we al deze kaarsen... Block of Diamond. Oh, kijk. We kunnen allemaal kaarsen kunnen we doen. Okay, Justin, ik vind dat jij wel inderdaad een full setje Diamond armor mag maken. Dat moeten we namelijk nog doen. Kijk, als het goed is, hebben we nog niks van Diamond armor. Hoppatee! Justin, volgende aflevering ben jij de geweldenaar. Justin, mag ik bij je deze zien? Nee, dat... Die Diamond armor. Ja, mag je eens zien? Ja, ik zie het. Kijk. Dan mag jij deze even bekijken. Kijk mee. Nee, ik heb hele slechte ogen. Mag ik het even... Wil je het even zien? Vasthouden, ja. Zou ik het even voor je in het groot hier bouwen straks met diamond blocks? Zoals we goed hebben. Ja, dat zou ik wel erg waarderen. Waarom gaan die bijtjes? Waar zijn de bijtjes? Oh, ze zitten in een hockey. Waarom produceren ze niks? Ze horen nu toch te produceren? Ja, dat zijn ze druk mee bezig. Ja, hallo. Dit is trouwens echt een goede ingang, dit. Ja, goed, hè? Heb je ooit een kip een ijs zien leggen binnen 3 minuten? Nou, ik niet. Ja. En daarna weer 3 minuten? Ja. Wat een kip, zeg. Wat een kip. Kijk, oh, die is heeft gewoon diamond armor. Nee, ik wil graag die andere zien. Wacht even, even kijken of ik nog meer kan maken van mijn diamonds, hoor. Voordat het echt helemaal te laat is. Even kijken, hoor. Ja. Kom op, bijen. Ik wil op zijn minst even 1 nieuw blokken. Oh, dat heb ik ook. Ik had al emeralds. Maar ik wil, kom op, ik wil even een woning hebben. Wat ben je aan het doen, Justin? Ja, kijk. Rick, wat heb je nou deze aflevering gedaan? Ja, Rick. Ik heb het huis matig ingericht. En je hebt op zich wel leuk geholpen met het hok, dit. En ik was morele support voor jullie. Ik weet niet wat er gebeurde met het internet, maar Rick zei... En ik heb... En toen was Rick klaar met praten. Justin, ik ben trots op jou. Je hebt een hele goede aflevering gedaan. Je bent echt gewoon goed. Wat moet ik zeggen, we nu trigger... We waren op 68% en we zitten nu op 69%. Dus heel veel items hebben we deze aflevering niet gecollect. Maar ik moet zeggen, we zijn wel heel goed voorbereid... Op de end. Voor de volgende aflevering, want we hebben honing! Oh. Ja, dat betekent dat we nu heel veel kunnen en dat is... met die honing. Nou, we kunnen heel veel dingen, nieuwe dingen hiermee doen. Kaarsen, kopen, beehives. Volgens mij kan ik best wel veel met honing, toch? Dat, ja, honingblok. Honingblok, inderdaad. Honing in water, of in een flesje bedoel ik. Honing in een flesje met een glass bottle, dat is ook nog wel even goed om te doen, inderdaad. Het zijn heel veel goede dingen, maar dat gaan we allemaal volgende aflevering doen. Dit heeft meer tijd gekost dan verwacht om dit hokje te maken. Ja, gewoon drukke taken vandaag allemaal. Drukke taken hadden we vandaag. Jemig, allemaal, behalve Rick. Wat? Ja, dat vind ik wel een keer leuk eigenlijk, ja. Doe me goed. Kom je hier gezellig, Justin? Nee, ik ben beter dan jullie, kijk. Alsjeblieft. Ik heb 9 diamonds en een full setje diamonds. En... Dat ook. Hebben we al een diamond hoe? Ja, die hadden we al. Dat is het eerste dat we ooit gemaakt hebben van diamonds. ik vind het zo naar om naar jouw gezicht te kijken. Hoezo? Dit is gewoon... Dit ben ik nu. Nee, dit nee, dit is eenmalig. Nee, dat is altijd. Oh, dit gezicht is ook niet top, hoor. Maar goed, jongens. Dank jullie wel voor het kijken naar deze aflevering. We hebben eigenlijk heel weinig nieuwe blokken verzameld voor de progressie. Maar we hebben goede voorbereiding gedaan voor de volgende aflevering. Waarschijnlijk wordt de volgende aflevering weer heel veel nieuwe blokken verzamelen. Maar dat zien we natuurlijk dan wel. In ieder geval, dank jullie wel voor het kijken. Vergeet zeker niet te liken. Kijk nu lekker deze video. Dit is namelijk het vorige deel hier in deze Bastiaan. De editor mee. Hele leuke video om zeker even te kijken. Hierin is Justin niet. Dus ik zou echt even kijken als ik jou was. Ja. En nu spreken we later. Glaasje water. Tot de volgende keer. Bye.